Wij zijn Thijs en Joep, beter bekend als de Bucket Boys. Als avonturiers houden wij van groots aanpakken. Maar we zijn van mening dat ook het kleine leed en de lokale helden niet vergeten mogen worden. We helpen de mensen die positiviteit kunnen gebruiken en zetten de helden van de week in het zonnetje. Dit is Superhelden. We zijn vandaag in Eindhoven en lazen vanochtend een bijzonder bericht van Mark Koelen. Hij heeft een heel cool plan. Hij wil namelijk de wereld rond fietsen en dat wil hij nog steeds zo graag, alleen er is één probleem. Ja, want als je de wereld rond wil fietsen, heb je natuurlijk wel een fiets nodig. En helaas is de fiets van Mark gestolen. Dat is erg kut, want hij had al 22.000 kilometer op die fiets gefietst. Dus die fiets is heel bijzonder voor hem. Dus wij wilden wat voor hem terug doen. Ten eerste, houdt hij van de zon? Ja. Nummer 2, hij houdt van picknicken. En nummer 3, hij houdt van vrouwen. We hebben alles ook geregeld gemaakt. De zon die schijnt, de vrouwen die doen we zo wel. En de boodschap heb jij gedaan, Joep? De picknick heb ik gedaan. Twee heerlijke vloeibare bruine boterhammetjes voor Mark. Ja, daar kun je wel ons overlaten. Nee, we hebben natuurlijk een tas vol met lekkere shit geregeld. Dus we gaan deze held eventjes in het zonnetje zetten. Yo, Mark, Matthijs. Hey, zit jij... Ja, wij zijn er al. Waar ben jij? Oké, we zitten binnen. Zitten jullie buiten misschien? Ja, we zitten in het park, daarachter. We zitten bij het... Volgens mij heeft hij ook gehangen. Markie! Komt erbij, jongen. Goeiedag. Joep. Jongen. Joep. Thijs. En Thijs. Hey, aangenaam. Hey, cameraman. We dachten eerst, ja, we kunnen natuurlijk met een fiets meekomen, die zijn best wel duur. Maar toen zagen we op jouw profiel zagen wij drie essentiële dingen bij ons. Had je ook sneller van gekloppen? Nou, een biertje. After een 150 kilometer vind ik altijd wel lekker, ja. Ja, we zagen ook picknicks daar staan. Picknicky. Zonnetje. Zonnetje. En nummer 3. En waar is die mooie vrouw dan? Ja. Ja. We dachten, laten we jou eens eventjes lekker verrassen met een, in ieder geval een lekker vloeibare bruine boterham en een stokbroodje. Ja, goed gedaan, boys. Kom er even lekker bij. Ja, nou, gezellig. Vertel even, Mark, wat was er gebeurd? Ik had mijn fietsje uit de garage gehaald om naar de fietsmarkt te brengen om te kijken van oké, wat zijn de laatste dingen die er moeten gebeuren. Hij was allemaal gepoetst door mijn pa en diezelfde dag nog halen ze hem weg. En hij stond gewoon op slot? Twee sloten erop. Maar 10 juni, hoe dan ook, jij gaat? Ik ga, 10 juni ga ik sowieso. Maar te voet vooralsnog? Ja, we zien wel, komt goed. En stel iemand heeft nog een mooie fiets staan of zo, of iets van een bijdrage, waar kunnen ze dat dan? Kunnen ze je steunen? Goed, ja. Ik heb dus een website, daar staat ook alles op wat ik ga doen en hoe dat dan ingericht is. Cycling for Stars. Cycling for Stars. Ja, .com. Ja. .com. Dus mocht je een kleine donatie hebben voor Mark, of heb je nog een vette fiets staan of in ieder geval die je wel een stevig ritje kan maken, ja, laat dan even weten via de website. Wij moeten nog wel even één belofte nakomen. Ja. De zon die schijnt, de picknick die is inmiddels op. Er ontbreekt nog één dingetje. En dat is? Een hele mooie vrouw. Jongens, er mogen er ook twee. Nou Thijs, ik denk dat we werk aan de winkel hebben. Ja, wacht je even hier, Mark? Ik wacht even, jongens. We hebben er niet één. Je vroeg om twee. Niet twee. Geen twee. Het zijn er drie geworden. Het zijn er drie. Top. Fraaie exemplaren ook, zeg. Jessica. Hoi, Axel. Hoi, Mark. Hoi, Sharona. Mark. Nou, proost. Cheers. Cheers. Hey Thijs, ik geloof dat wij ze hier mooi achter kunnen laten. En dan gaan we terug naar Amsterdam. Wij zien jou in Brazilië of ergens, in China. Maak even een weekje aan. Hou jullie aan. Markie. Doei. Houdoe. Ben, of ken jij een held? Of denk je, nou, die kan wel wat hulp gebruiken? Laat het ons dan weten in de comments of via social media #superhelden. En wie weet staan we volgende week bij jou op de stoep.